is toch wel heel bijzonder dat Maastricht gedurende 10 dagen het centrum van de kunstwereld is. Dus dat legt veel nadruk op Maastricht als stad. Het is goed voor Nederland. En dan komen hier alle landen uit de wereld, komen kunstverzamelaars hier. En die gaan toch naar huis met het idee, Nederland is een mooi land en Maastricht is een fantastische stad. Door heel Europa lezen ze over de TFAF, dus dat helpt enorm. En wij hebben in ons witboek natuurlijk, een van de toppers is de verzamelaar. 2018 willen we het hele jaar TFAF. Een thema is de verzamelaar. Maar samen met de mensen die nu mee aan het roer staan, burgemeester, gouverneur Bovens, maar de 12 andere partners, denk ik dat wij een hele goede eerste ronde hebben en nu op koers liggen voor de tweede ronde. En 6 september weten we het. Als je hier rondloopt, zie je ongeveer half Nederland vanuit het bedrijfsleven. Iedereen ontmoet elkaar hier. Ik ben een uur hier, ik heb al tientallen mensen ontmoet. Alle mensen die natuurlijk nu in Limburg zijn. En dan praat je natuurlijk over de ontwikkelingen hier. Je praat over Gemmelopark en je praat over het Life Science. Dus het is goed voor Limburg en goed voor Maastricht. Ik hoor ook van de TFAF-organisatie dat steeds meer ook mensen hier naartoe komen om dus dit te combineren met een bezoek aan andere plaatsen in deze omgeving. Dus ja, ik denk dat het nog wel meer gemaakt zou kunnen worden van de uitstraling van deze fantastische beurs. Ik denk volgend jaar, stel dat we het geworden zijn, ja, zullen we Gemmelon laten zien of zullen we een van de hoofdsponsors zullen we mee laten zien. Universiteit Maastricht, combinaties daarvan. Dus cultuur en economie, ook met LED, is een belangrijke factor waar we nog veel win-win te winnen hebben.